Hannes van der Brugge maakte zijn debuut tijdens de wedstrijd Club Brugge tegen AA Gent. Wij gingen even met hem praten. Hannes, proficiat met jouw debuut tegen Brugge. Ja, dank u wel. Dank u wel. Wanneer wist je dat je geselecteerd was? De training vooraf, de dag ervoor, stond ik in de basis van de ploeg die normaal zou starten. Dus daar had ik wel een vermoeden. Ik was niet zeker, maar mijn ploegmaats die vertelde mij toch allemaal dat ik een grote kans maakte. Maar ik zelf was pas zeker toen dat het op blad stond. Was je verbaasd? Ja, toch wel. Het is natuurlijk een grote verandering van de belofte naar de A-kern in de basis. Maar dat maakt het daarom niet minder leuk, hè. Hoe heb je de dag zelf beleefd voor de wedstrijd? Ik heb niet speciaal stress gehad of zo. Ik ben gewoon in de voormiddag naar school geweest. En dan 's avonds wedstrijd gespeeld. En ik moet zeggen dat zeer leuk was, zeer, zeer plezant. Hoe heb je die wedstrijd beleefd? Het was niet zo gemakkelijk, denk ik. Gent heeft nog niet gewonnen in de play-offs. We hebben nog niet gewonnen. En dat zag je ook wel een beetje aan het vertrouwen. Maar ja, daar valt niets aan te doen. Hoe waren de reacties na de wedstrijd? Overwegend positief, denk ik. Ik zelf was ook blij met die reacties. En sommigen gaven toch een blijk van waardering naar mij toe. En dat is altijd leuk om te horen. Ligt jouw toekomst hier bij Gent? Ja, dat weet ik niet. Dat zal ik afwachten. Ik ga mij in elk geval volgend seizoen volledig inzetten in Gent. En dan zien we wel wat er uit de bus komt en wat dat volgend jaar wordt. Maar jouw contract is wel verlengd. Ja, sowieso. Ik voel mij hier goed en ik ben hier graag. Dus dat is ook de reden waarom ik het verlengd heb.